Jongen, jongen, jongen. Wacht op dat je dat manneken hebt zien spelen. Oh, jongen, dat is een echte raspaartje. Ik heb geen paard nodig, hè, Jean-Luc. Ik heb een voetballeur nodig, bij gedacht. Maar je gaat dat zien. Dat is de beste spits die er rondloopt. En waarom doet je dat weg? Ik heb al een goede spits bij de Schelkens. Ja. En twee spitsen in één ploeg. Ja. Dat is een goede te veel, hè? Dat is twee hanen in één kiekenkot als Ambras, hè? Ja. Ja, je hebt ook Ambras gehad, zeker? Nee, deze nu. Nee, ik ben tegen de deur gelopen. Ah, tegen de deur? Ja. Tegen de airbag van Lulu, zeker? Man, nee. Allee, bom, Bart. Ik zal het u laten zien, Bart. Easy. Oh. Oei. Ik ben vergeten de deur te spoelen. Nee, laat lopen. Nee. Zeg, die gast, wat gaat me dat kosten, hè? Want als zo'n krak is, dan heb je hem ook niet voor niks gehad, toch? Nee, dat niet, maar voor een fles champagne in de pussycat is hem van u. Eén fles maar? Ja. Dan moet het een krabber zijn. Maar nee, ik zal u dat laten zien, ietsje. Voilà, dat is Juliaanse. Hé. Hij zit wel goed in het vet, hè? Ha, zeg maar zeker. Ietsje. Met de linkse? Ja. Jaatje! Ja, weer met die linkse. Ja, jongen. Hallo. Voilà. En, wat vind je van hem? Ja, kijk. Met dat gelukkig bij de kampioenen zouden ze nog eens kunnen winnen, hè? Dat is dan afgesproken? Dekker! Hé! Yes! Ja, maar jij bent precies blij dat je hem kwijt bent. Ik he? Ja. Nee. Allee, spoel nog een keer door. Ja. Op. 20 seconds. Hé, ik heb ook zo'n onderbroek, ma. No. Wij hebben dezelfde smaak. Dat is uw onderbroek, slimmeke. Ah. Zeg, het wordt wel eens tijd dat Bieke naar de strijk zelf doet, hè? Huh, en ze mag niet van u. Ah, nee, omdat ze het niet goed doet. Ja, dat is waar. Markske, kan die een tv niet wat stillen? Dat gaat niet, ma. Het is Star Trek. Dat moet luid staan. Waarom gaat jij niet gewoon thuis tv kijken? Dat mag ik niet van Bieke. Oh, zie ze niet graag Star Trek? Jawel. Maar ze kan niet tegen het lawaai als ze aan het werken is. Oeh, maar ik wel. Maar daarom zit ik hier, hè. Je zou beter naar huis gaan. Ja, het wordt wel eens tijd dat er nog eens een kindje geboren wordt in de familie, hè. En wel, misschien kunt jij. Ik? Maar nee, maar ik kan toch niet in verwachting geraken. Hallo, Pascal. Mark. Ah, Madeleine. Ja, dat was Star Trek, Madeleine. Ja. Oh, ja, natuurlijk, Madeleine, natuurlijk. Ja, dat is goed. Allee, ja, tot dan. Dag, Madeleine. Wie was dat? Dat was tante Madeleine. Ah, ja. Ze komt op bezoek, zegt ze. En wel, dat is raar, zeg. Ons Madeleine, die komt nooit zomaar op bezoek. Allee, wat zou er nu zijn? En ze komt op een woensdag. Een woensdag, wat zou er woensdag zijn? Ik zou niet weten wat dat er woensdag... Ze is nog nooit op een woensdag gekomen. Ja, dat is heel raar. Er moet iets gebeurd zijn. Ons Madeleine, die komt nooit zomaar langs. Allee, wat zou dat nu toch zijn? Misschien... Wat? Misschien is ze in verwachting. Allee, zeg toch. Maar, allee. Maar nee, zonder plooien. Wrong, Mr. Checker. There are casual. Oh, je ziet het, papa, dat ik niet overdreven heb, hè? Voor één keer niet, hè, voorzitter. Zeg nu nog een keer dat uw voorzitter geen verstand heeft van voetbal. Ja. Nou, ik vraag me toch af waarom de Schelkens hem hebben laten gaan, zeg. Allee, zo'n talent. Ha, omdat uw voorzitter geen connaisseur is, gelijk als ik. Hij heeft in ieder geval zijn fanclub bij. Maar dan met goede smaak. Dat zou me verwonderen. Ja, mij ook.
Hebben ze naar huis in Lonken, Fernand? Come on! Even gewicht! Come on! Stoppers! Stoppers! Come on! Rood stoppers, come on! Hé, ventje! Ik zeg wel voor de verkeerde van supporteren, hè? Nee, ik denk het niet. Come on! Stoppers vooruit! Mijn broer speelt wel voor de kampioenen, hè? Dan kunnen we over hem supporteren, hè? Maar ik ben supporter van de stampers! Oh. Come on, stampers! Oh. Ik heb voor de boxers. Oh, natuurlijk! Dat zal hem leren! Come on! Alle mannen! Die sloeg gewoon een mens in elkaar. Oh. Dat ziet er een rare familie uit, zeg. Die Julien ziet er toch deftig uit? Ja, dat is dan ook de enige. Daar, je moet eens kijken naar zijn zusters. Zijn zusters? Hallo, jullie zijn de zusters van de Julien. Ik ben Cindy. Ik ben Wendy. Hé, hey, maar dat is gewoon vlees dat er staat. Ja. Sorry, juffrouw, maar je hebt het wel over mijn pol. Oh, dat is die van mij dan. En, verloor mij, pol. Dat zou wel met zo'n moustache. Dat moet zeker kittelen. Mijn pol, dat is die zonder moustache. Oh, die met die grote neus. We zullen hem ook wel weten wat we doen, zeker? Ah, wel, Doortje, je kunt er precies niet mee lachen. Ja, Doortje. Zeg, zo groot is de neus van mijn pol nu ook weer niet, hè? Waar is Tanteke? Oh, je zit er met je gedachten precies niet bij. Aan Maurice aan het denken. Nee, nee, aan ons Madeleine. Allee, aan uw meter. Amai, hoe kom je daar ineens bij? Zeg, Saartje, weet jij dat er iets speciaals is gebeurd met je meter? Ja, met mijn meter is er altijd wel iets speciaals, hè? Maar waarom denk jij dat ze nu zo opeens op bezoek wil komen? Oh, ik weet van niks. Heeft ze gezegd dat ze langskomt? Ja. Allee, het zal wel niks zijn. Ja. Met mijn meter is er altijd wel iets, hè? Sorry, jongen. 5-0 mannen dat ik dat nog mag meemaken, zeg. Ah ja, ik heb er geen enkele binnengelaten. Nog wel een keeper, hè. Dat is niet moeilijk, Xavier. Ik heb geen bal moeten pakken. Amai, jij kunt nogal shotten, Julien. Ja. Nou ja, jij hebt dat precies nog gedaan. Ja. Jij hebt de stampers naar huis gestampt. Ja. Dat speelde jij altijd zo rap? Ja. Ja, ik kon niet volgen. Ik viel zelfs over mijn eigen voeten. Allee, niks nieuws. Ja, dus... Ja, jij bent wel een rapper. Maar je zou wel niet veel van zeggen. Dat is niet nodig, hè, Julien. Geen woorden, maar daden. Ja. Ah, dat is zoals ik. Ik zeg ook niet veel. Nee, en je doet ook niet veel. Nou, nog beter. Geen woorden, geen daden. Hé, hey, Julien. Ja, dat is waar. Voilà. Hé, hey, Van Bros, die Julien. Dat is de bulldozer bij gedacht. Hé, hey, en gedaan met mijn oogst lachen, hè, gedaan. Ja, zobiet spelen we nog kampioen. Gerald Igabi, en dankzij wie? Balthazar Boba. Die Julia die zat er ook wel voor iets tussen, hè. Zeg, waar hebben ze die eigenlijk gevonden, meneer Boma? Ja, gevonden. Gekocht. Na lang en intensief zoeken. Ja. Via zijn zuster zeker. Ja. En waar heb je die gevonden? In de pussycat. Ja. Ja, ik ken die meisjes niet. Meisjes? Seksbomen? Ja. Maar van het versleten soort. Ja, ik zou ze kunnen leren kennen, hè. Die liepen daar zo goed als in een blote nest. Ja, en schoon maar van die is. Schoon van ver, ja. Madame, voor mij een stout met een rauw ei. Sorry mevrouw, maar we hebben alleen maar hard gekookte eieren.
Wat is dat hier voor een café? Allee, geef me dan maar een stout en een sigaar. Pardon, hè, meneer, maar ik ben wel getrouwd, hè. Ik ook. Al 5 keer. Het kind pas soep, ze steken ze weer in de bak. Ja, ja, madame, onze Etienne kan er wat van. En je zot van zeutjes. Ja, en vooral met een brilje. Ja, nou, het is zo'n plezante. Amai, wat zacht. De ring smetten ze nu binnen. Amai, van dichtbij zien ze er al anders uit, hè. Dat, hè. Als moustache. Is dat even lekker, madame? Zij de zot? Nee, merci. Nee, nee, hij is nog vrijgezel, dames. Je hebt geluk. Maar dat moet ik. Dan is die van mij, hè? Nee, nee, dat is die van mij. Ah, meneer Boma, je valt precies in de smaak. Ja, ik kan daar niet aan doen, dat Carmen. Maar, dames, ik vind u allebei even appetijtelijk. Ik zou niet kunnen kiezen. Maar dat is de rap opgelost, hè? Wilt ons moustache. Een trio. Eerst zien wat voor vlees dat mijn koe had hebben. Zet ik kapot. Allee. Ela, dat is mijn pint. 52? Ik heb er geen. Dat is niet eerlijk, hè? Ja, dat is maar niet eerlijk, hè? Allee, santé. Allee, chef. Ja, nou. Kom, we zijn weg. Maar die gastenpiet is nog niet leeg. We gaan eens naar die knappe gast van hierover. Oh, die knappe gast van hierover? Ja, die volslaken tip. Dat is een groen cowboy. Oeh, Ferno. Eet hem zo. Hij stond er straks heel de tijd naar mij te loeken. Ik denk dat hij een hoeksje op mij heeft. Kom met je. Lekker snoes. Die familie is precies goed over seks. Pascal, help. Oh, sorry Balthazar, ik bemoei mij alleen met mijn eigen zaken. Ben er vanaf? Jij wel, ja, maar... Doortje? Hallo! Amai, maar... Met wat hier binnen staat, kan ik een maand verder. Hier nou, dat is allemaal brol, dat zie je toch. Oh, ik ken genoeg mensen die dat niet zien. Oh god, toch weer niet beginnen met mensen in het zak te zitten, hè? Maar dat is niet in het zak zitten. Die mensen zijn content dat ze dat zo goedkoop kunnen krijgen. Voordat je het weet, zitten we in de bak. Hé, zeg. Dan geef de mensen 20 euro voor. Wow, dat is biscuit. Oh, madame, zo'n porselein, dat maken ze niet meer. Madame, dat is een uniek stuk. Ja, meneer is een kenner, zie ik. Hier is mijn cowboy, zeg. De cowboy? Ja, dan moet ik hier nog wel ergens zitten. Hier. Wat moet hij voor hebben? 25 euro. 20. 10 euro. Verkocht. 10 euro. Kijk maar eens courant, hè, meneer. Doe maar eens te meneer. Kijk maar eens rond. Doe maar, meneer. Neem maar gerust. Kijk maar eens gerust. 65, 85 euro. 90 euro. Oh la la. 60. Dat is toe, meneer. 75 euro. 75. Ja, meneer heeft een goede smaak. Dat is mijn zoon, hè. Hallo, proficiat, madame. Proficiat. Ik heb genoeg. We zijn weg, ma. Nee, joh. Ja, meneer heeft zijn keuze gemaakt. Ja, ik heb hier dan 210 euro. Dat is dan 200 euro om dat voor u, zeg, meneer. Zit maar op de rekening. Oeh. Maar je denkt toch niet dat ik met zoveel geld op zak loop? Ah, je weet niet wat voor bandieten er rondlopen, zeker? Ik betaal later. Als ik alles heb. Ah, meneer wil het nog meer? Ja, maar niet vandaag. Ik kan dat niet allemaal dragen, hè. Akkoord. Kom terug. Je hebt hier heel interessante rommel. Spulletjes. Ja, maar meneer heeft een kenner zo. Hé, hey, onze moeder op zijn. Hé. Meneer Jan, de cowboy. Man. Dank u.
Je zit er vandaag precies niet bij, Pascalke. Ik ben er niet gerust in, hè. Waarom zou ons Madeleine nu in godsnaam willen langskomen? Omdat ze u wil zien, misschien. Maar nee, daarvoor komt ons Madeleine niet. Dat kan ze ook telefoneren. Waarom vraag je dat niet gewoon? Maar enfin, Maurice, ik kan haar toch niet bellen en vragen waarom ze komt. Weet je wat ik zou doen? Nee. Ik zou dat doen. Ja, jij, maar jij kent haar niet. Zeg, maar misschien is het dat. Misschien wilt ze u leren kennen. Ah ja, jij hebt elkaar nog niet gezien. Ah, nee. Natuurlijk, natuurlijk, dat is het. Ah ja, ze wil mijn... Allee, mijn... Ja, wat zijn wij eigenlijk? Mensen? Ja, maar meer in detail. Een man en een vrouw. Ja, ja, Maurice. Ja, ja, natuurlijk. Hm? Maar wij, hè? Wij samen. Wat zijn wij? Wij samen? Ja. Oh, dat is simpel, hè? Ja. Wij zijn vrienden. Niet meer dan dat? Is dat niet genoeg? Ik ben uw vriend en jij bent mijn vriendin. Ja, ja, ik ben uw vriendin. Ja, 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 ik ben uw vriendin. Ja, ja, ja. Maar mag ik dat dan zo aan de mensen zeggen dat ik uw vriendin ben? Natuurlijk, Pascalke. Je bent toch mijn vriendin? Ja, hè? Hm? Voilà, en Carmen en Doortje, dat zijn ook mijn vriendinnen. Zeg je, Pascal, wat is dat daar buiten allemaal aan dat plein? Zigeuners. Ja, daar staat daar een caravan naast dat veld. Nee, ongerust, die is van ons. Dag allemaal. Dag, snoes. Ja, maar dat was het niet. Hij valt op truttekes met een brilletje. Nee, madame. Wat kan ik voor u doen? Wel, een koffie met je koekjes zou er wel in gaan. En Mira zie je ook. Uw klok staat stil. Ja, ja, dat weet ik. Ik heb ze niet opgewonden. Ik kan niet tegen dat lawaai. Oké. Okay. Hilaba, wat gaat u daarmee doen? Mee pakken, hè? Als je hem toch niet gebruikt. Er kan maar iemand geniet van hebben, hè? Dag, snoes. Oh! Ja, die valt op truttekes met een brilletje. Die weet van aanpakken, hè? Overzicht houden, mannen. Oh. Ja, hup. Zit ik al een trainer hier? Ja. En jij bent een broer van Julia, hè? Oh. Oh. Een grote broer. Zit Antoon? Wel, ze oefenen in een dribbel. Ja. Je moet ze dat zo toch niet leren, hè? Ja. Die kegels die shotten niet terug, hè? Ja. Sorry, maar ik geef training op mijn manier, hè? Ja. Op de verkeerde manier. Julien! Ja, sorry, maar ik ben hier wel de trainer, hè? Ah, maar dat is mijn broer, hè? Ja. En dat zullen we hier dan nog wel eens zien. Julien, terug. Julien! Julien, terug! Julien! Terug! Terug! Julien, terug, zeg! Kieke! Daar ben ik familie van u. Wat zeg je tegen mijn broer? Kieke? Ja, en dan? Wacht, als mijn broer een kieke is, dan ben ik... Ook een kieke, zeker? Oei. En dat was mijn kiekepoot. Madame, welkom. Ik ben altijd blij tevreden klanten terug te zien, madame. Madame zit thuis. Het is God lief. Ah. Maar jij mocht lieveke zeggen. Lieveke? Ja, iedereen zegt dat, omdat ik zo lieveke ben. Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. En waarmee kan ik u vandaag zo'n plezier doen, hè? Voilà. We zouden eens kunnen beginnen met een kus.
Zo'n ontbijt zijn misschien? Wat vinden van zo'n mooi beschilderde taloor? Als ik die taloor koop, krijg ik dan een kus? Ja, zeker. Verkocht! Wat was ze? Commissair. Jammer. Voor die koekendoos. Ah, voor die Fabio. Allee dan. Dag, Fernand. Dag, madame. Je moet niet verschieten, madame. Ik ben het. Wat doet jij in mijn huis? Ik zoek uw broodrooster. Mijn broodrooster? Wat gaat je daarmee doen? Ja, wat doet u daarmee? Pannenkoeken bakken. Broodrooster natuurlijk. Dat mag niet. Oh, daar dient een broodrooster toch voor? Ja, dat wel, maar ik bedoel, je kunt toch moeilijk mijn huis binnenwandelen en gaan lopen met mijn broodrooster? Ah, ik ga er zelf brood roosteren. Ik? Nee. Ah, dan is er geen probleem, hè? Bedankt. Ik ben er niet gerust in, hè. Maar misschien heeft tante Madeleine helemaal geen reden om te komen. Misschien is tante Madeleine wel ziek. Ah, nee. Misschien is onkel Jérôme wel ziek. Jij zet uw eigen aan het opdraaien. Ja, maar... Wacht nu gewoon tot ze komt. Dan weet je het direct. Ja. Misschien komt ze mij controleren om te zien of ik Saartje wel goed behandel in het café. En waarom zou ze dat doen? Ja. Misschien gaan ze scheiden. Misschien is onkel Jérôme dood en komt tante Madeleine bij u wonen. Denk jij dat? Ja, maar... Ja. Zeg, Thea. Oh. Max, kijk, jij vergeet de video niet. Ah, ook de video? Ah ja. Kun je iets doen met die video zonder een tv? Ah, nee. Wij verstaan elkaar. Ja. Mark, wat ga jij doen met die tv? Ja, Bieke, ik moet van u toch altijd bij uw ma-tv gaan kijken. Ah ja? Ja, en dan? Ja, dan mag je die en deze toch hebben. Ah ja? Jij kijkt toch nog tv? Ah ja? Misschien is ons Madeleine ma... haar een tv kapot. Is hè? Ons schoonzuster? Amai, ik wist niet dat jij hier werkt. Hè? Waar is ons moustache? Boma slaapt nog. En als je een boodschap heeft, dan zal ik die wel brengen. Nee, dat doen we zelf wel. Boma heeft hem boven. Oh, heb je dat nu nog geweten? En dat hij geen kou hebben, hè? Kom de mijne broodrooster terugbrengen? Nee. Heb je die nodig? Nee, nu niet. Ah, dat is dan geen probleem, hè? Waar is uw frietpot? Mijn frietpot? Ja, ik heb heel uw kot ondersteboven gekeerd en ik kan uw frietpot niet vinden. Heb je weer ingebroken? Ingebroken. Ik kan uw frietpot niet vinden. Ik heb geen frietpot. Kan niet. Iedereen heeft een frietpot. Ik niet. Nou, ja, dat is waar hoor. Die heeft geen frietpot. Ja. Die heeft een heel frietkot, ja. Ah, de matras is er niet ook. Wat dacht jij nou? Verstarig, hè? De vent die bang is van ons. Oh my god. Die vrouwen zijn echt niet te doen, hè? Ja, ze moesten zo schoon maar niet zijn. Dag, snoes. Oh, oh.
Oh, ja. Hela. Stop daar een keer mee. Ha, wie al bij personeel raakt, raakt aan mij, hè? Ah ja? Ja. Oké. Mannetjes, die moeten hier weg, ja. Want ik voel mij niet meer veilig in mijn eigen huis. Ik ook niet. En ik voel mij nog nergens veilig. Ik ook niet. Ik heb nergens last van. Ik ook niet. Ik ook niet. Ja. Voorzitter, ik weet dat ik tegen mijn eigen winkel spreek, maar je moet Julien wegsturen. Maar daarvoor moeten we eerst een ernstige reden hebben, hè, Popol. We zijn nu aan het winnen. Ernstige reden? Diefstal? Inbraak? Ongewenste seksuele intimiteit? Oh. Slagen en verwondingen? Ik zeg altijd, als je niets doet, gebeurt er niks. Voilà, er is toch nog niks serieus gebeurd. Alleen. Dag Cindy, dag Wendy. Fernand, hoe komt jij aan die frieten? Je gaat toch niet bij de concurrentie? Oh, madame Carmen, dat zou ik nooit doen, hè. Je hebt ze toch niet zelf gebakken? Maar nee, eerlijk gekocht in een friteur, zeg maar. Jeanetien heeft de prijzen serieus opgeslagen, hè. Wat? Staat hier niet mijn friteur? Nou ja, hij heeft gezegd dat hij mocht wel niet. Oh. Ja, Pascal geeft mij de beuken. Meneer Boma, die moeten hier dringend weg, hè? Ja, ja, of er komen ongelukken van, hè? Omdat hij nu een friet... Balthazar, morgen geeft gij die jongens een ontslag. Begrepen? Zeg. Of we sturen Cindy en Wendy op u af, hè? Ja. Nee, maar ik heb gelijk. Oh. Ik zal een oplossing zoeken. Het is uw raad. Mannekes, en dan is er nog iets. Oei, het is precies serieus. Weet er hier iemand soms waarom ons Madeleine morgen komt? Oh, meneer Boma, je moet niet bang zijn. Als het moet, dan zullen wij u wel helpen. Ja. Wat ga jij doen misschien? Het doodkietelen. Ah. Moustache. Wat heb je mij te zeggen? Ja, ik heb niet veel tijd. Onze Julien wacht voor zijn training. Ja, kijk, het is niet gemakkelijk, hè? Ja, ik weet het al. U ook. Je wilt excuses. Ja, mijn handen zitten soms nogal los. Ja. Ah! Ah. Sorry. Daar spreken we niet meer over. Ja, nee, ik heb er al miserie mee gehad. Toen onze Julien bij zijn vorige ploeg ontslagen werd... heb ik heel bestuur in elkaar moeten kloppen. Ah ja? Ik heb een serieus rechtvaardigheidsgevoel. Ik ook. Ah, dat is dan opgelost? Nog iets? Moustache. Nee, nee. Dag allemaal. Ja. Ah, wel. Hij heeft toch sorry gezegd, hè? Aha. Ziet hem daar zitten, de mossel. Carmen, shut up in your face. Nu zult je wel echt iets moeten doen, hè, meneer Boma. Dat weet mij de grote teen ook. Maken! Nee, Etienne, je krijgt geen drank. Het is nog veel te vroeg op de dag. Wat moeten de mensen denken? Maar maken! Nee, is nee. Maar dan voor mij een stout. Oh, en jij drinkt wel? Stout is geen drank. Ik moet dat drinken voor mijn hart. Jij hebt geen hart. Wat blijf. Zie je wel? Wat? Kom. Als je zo blijft zagen, zijn we weer weg. Sorry, meneer Etienne, maar wij moeten nog iets regelen. Hè. Oh ja? Ja, jij moet nog altijd betalen voor die antiek die jij bij mij gekocht hebt. Nu heb ik dat eens allemaal opgeteld. En we zitten hier toch al aan 1300 euro. Oh, ik dacht dat wij dat gekregen hadden. Nee, dat moet een vergissing zijn. Nee, dat is geen vergissing. Oh. Ik heb een winateur aan betaald. Kom ze nou. Een profiteur. Wat? Kom Etienne, we zijn hier weg. Wil die verkrachter nooit meer zien. Sorry, maar dat gaat zomaar niet, hè? Ah, nee? Nee, hè? Oké. Okay.
Zeg, dat kan u toch niet meer, hè? Zeggen dat ik die Julien niet kan ontslaan, hè? Voorzitter, je gaat nu toch iets moeten doen, zeg? Ik weet het. Ah, ja. Ik weet het. Maar, zijn jij nu nog altijd aan het piekeren? Huh? Oh, ik ben er niet gerust in, hè. Hallo, Madeleine! Oeh, je komt niet. Nee, dat is goed, Madeleine, dat is goed. Dag, Madeleine. Ze komt niet. Oh, allee, en waarom zou die nu niet komen? Voilà, vergeet het door te spoelen. Nee, twee goede spitsen. Hier, voilà, hier. Oh, dat is nachtje. Ja. Zie je, hè? Oh, mooi postuur. Ah, drie op een rij, hè? Linkse poot. Hè? Ja. Altijd links. Zie je? Uh-huh. Galet. Uh-huh. Voilà. Dat is de beste spits die er rondloopt en gedacht. Met die gaan de rode duivels nog veel kunnen doen. En één fles champagne, het is er nu bij je mee. Eén fles, daar kan ik niet voor sukkelen. Yes!